Deelnemers, start vrij. Asbest sanering ANHD BV prijs, de vierde van vandaag. 9 paarden, ze stellen zich op achter de startauto. Lekkere open koers. Een favoriet aan 3 keer uw inzet is paard nummer 6, Juliette met Caroline Albers. Imponerend winnares de laatste 2 keer op deze baan. Staat nu wel voor een iets zwaardere opdracht, maar u heeft er het volste vertrouwen in. Nog 150 meter. 100 meter nog. 50. En de start is gevallen. Paarden onderweg. Bliksemstart voor Goa d'Isère. Die gaat de leiding nemen. Ook hard weg aan de buitenkant. De favoriet Juliette. Die gaat eens kijken of er wat te halen valt. Misschien wel inparkeren op de rug van de koploper. Dat laatste gebeurt. En dat heeft dan Caroline ontzettend knap gedaan. Als de paarden de Greenheart Production bocht ronden. Op weg gaan naar de overkant van de baan. En de 2 favorieten hier. Of in ieder geval 2 van de meer gespeelde paarden. Zich fantastisch vooraan hebben genesteld. Met Jim Veldman en Goa d'Isère. Die heeft die lengtevoorsprong. Op de tweede plaats daarachter is er dan paard nummer 6. En dat is Juliette. Aan de buitenzijde komt al Jonne Cavallo met een vroege aanval naar voren. En achter Jonne Cavallo wacht op ruimte Kiss and Ride. Niet eerder dan dat die ruimte komt, kan Niels van der Tol iets ondernemen. Aan de buitenzijde ligt VIP Junior mooi geplaatst. Rugdooie spoor en die wordt gevolgd door Canona. Ja, Jordi Graus had met een gesloten startnummer en heeft daar nog altijd last van. Die ligt op een plek waar hij eigenlijk zijn hele carrière nog niet heeft gelegen, aan de reling. En dat maakt het niet makkelijker. En we komen zo dadelijk langs de rechter 2 rondes te gaan in deze asbestsanering. ANHD BV prijs. En het is aan de kop van het veld Goa d'Isère. Mag het tempo nu zelfs een beetje naar zijn hand zetten. Aan de buitenkant echter Jonne Cavallo. Die wel een beetje druk houdt. Aan de binnenzijde is het dan het nummer 6 van Juliette. En achter Juliette hebben we aan de relingzijde paard nummer 1 Kiss and Ride. Voor de gele Canarisch Noord. En de paarden zijn dan halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Een lengte of 8 tussen kop en staart. En op dit moment nog altijd als een groot vorst aan de leiding die Goa d'Isère. Goa d'Isère heeft een halve lengte op aan de buitenzijde Jonne Cavallo, daarachter aan de binnenkant Juliette. En achter Juliette zien we dan aan de buitenzijde VIP Junior. Achter VIP Junior is het dan Kiss and Ride. Die wordt gevolgd door Jordi Grau met aan de buitenzijde Canona, Lano EV. En aansluiting is er voor Easton AV. En dat is de situatie als we 2-2 dan weer langs terechter komen met straks nog een ronde te gaan. En op dit moment 10 kilo in elke lijn van Jim Veldman achter Goa d'Isère heeft een lengte. Maar het grote gevaar zit natuurlijk op de rug in de vorm van nummer 6 Juliette, de favoriet van de koers. Jonne Cavallo aan de buitenzijde, die valt daar wat terug en wordt nu aangepakt door opkomende VIP Junior. Vanuit de staart van het veld komt Easton AV met hele grote stappen naar voren. Maar vooraan gaat het tempo weer omhoog en zijn het vooralsnog die 2 favorieten die hier de lakens uitdelen met Goa d'Isère. Pakt anderhalve lengte voorsprong. Op de tweede plaats in eerste aansporing voor die nummer 6 Juliette. Daar komt ook Niels van der Tol. Die probeert het binnendoor met Kiss and Ride. Maar kan daar niet er doorheen. Dus komen we dan in de laatste rechte lijn. En ziet het er goed uit voor Goa d'Isère. Maar ja, daarachter natuurlijk de favoriet met een geweldige koers op maat. En Caroline die gaat nu naar het tweede spoor. Daarachter is het dan Kiss and Ride. Ook die is nu vrijgekomen. En deze 3 paarden die lijken de prijs onderling te gaan verdelen. Maar het stukje naar huis, het is niet ver. En hij heeft daar nog altijd stevig de leiding, die Goa d'Isère. Maar daar komt Juliette met 1 laatste jump. En oh, dat is bijzonder close. De aankomstrechter mag het vertellen. De 3, de 6, de 6, de 3. Derde wordt de 1 Kiss and Ride. Dat is zover al zeker. Die had er net even iets eerder uit moeten komen. Dan was dat de winnaar geweest. Maar dat is koers. En ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Ik kijk even naar de tafel, jongens. Ja. Buitenkant heeft altijd voordeel. Buitenkant voordeel, zeggen ze. 6, 3, 1, 7. De 7 ook pechvolge koers trouwens. Ja. Of toch nog net de 3. We gaan het zien.